berucht drugscrimineel De Muts runt zijn vage zaakjes op een industrieterrein in Harderwijk. Af en toe vindt er een dealtje plaats. De voormalige handlanger van De Muts, Harry de V, is al een tijdje spoorloos verdwenen. Niemand weet waar hij gebleven is. En wie is de vrouw op de foto's? Heeft Harry de V deze foto's gemaakt om De Muts te chanteren? Weet De Muts meer van de verdwijning van Harry de V? Weten jullie de drugsdeal te sluiten en zo te ontdekken wat er met Harry de V is gebeurd? Escape Room Harderwijk. Reserveer nu.